Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 14 september 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag zoals altijd Morse en een SSTV plaatje in PD90. Ik moet even wat rechtzetten, want ik heb de foto van gisteren van Ian bij de ballonvossenjacht aan de verkeerde persoon toegeschreven. Die foto is gemaakt door Misha. De foto van vandaag is door mijzelf gemaakt. Let op, het volgende bericht. Het ISS is morgen, donderdag 15 september, te horen en dat is vanaf 16 minuten voordat morgenochtend de Daily Minutes begint. Het signaal van het ISS moet morgen, donderdag dus, tijdens het schoolcontact weer in een groot deel van Europa hoorbaar zijn. Dat gaat als je geen speciale antennes hebt het best met een rondstraler met weinig versterking, zoals een GP of een Discone-antenne. Je kunt het ISS doorgaans ook prima ontvangen op een portofoon of op een draagbaar scannertje, zolang je maar buiten gaat staan, liefst wat verder van de bebouwing vandaan, zodat je het ISS ook als hij dicht bij de horizon staat nog kunt ontvangen. Frequentie zoals altijd is 145.800, vanaf 10:14 lokale tijd dus. Ze luisteren overigens niet uit op die frequentie. Betreft morgen een school in Spanje met leerlingen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar oud die zo'n 20 vragen in het Engels voor de astronauten en cosmonauten hebben voorbereid. Nogmaals, donderdagochtend 15 september om 10:14 lokale tijd, 's ochtends 145.800, is het International Space Station te ontvangen. Ik meld meestal geen lezingen, maar ook morgen, donderdag 15 september, houdt PA3 GER bij de afdeling Woorden een lezing over digitale communicatie. Johan gaat niet alleen in op de bewezen modus zoals CW, Telex en PSK, maar vooral op de nieuwe technieken zoals DMR, Digital Voice, D-Star en Fusion. Digital Voice hoort in het rijtje niet thuis volgens mij. Meer info is te vinden op www.veron-woerden.nl. www.veron-woerden.nl. En dan meteen bovenaan bij RTTY Bulletin klikken op bijeenkomst Veron A66. Er zijn weer een paar aanpassingen op de middengolf, of eigenlijk is maar één aanpassing. In Eindhoven zat al het station Euregio Radio op 747 kHz. Daar is nu een nieuw station bijgekomen. Ze delen de frequentie met Euregio Radio. Dat is Radio 4 Brainport. Ik denk tenminste dat je het in het Engels uitspreekt. Radio 4 Brainport. Info over het station is te vinden op Facebook. Ja, voor wie in de gemeentes Kuik of Ameland nog een commercieel radiostation wil beginnen, AT veilt binnenkort twee kavels in die gemeente. Ik heb nog steeds niet superveel nieuws, dus ik ga nog even door over het onderwerp van gisteren, namelijk het Niemandsland. Een bijzonder stukje voormalig Niemandsland bevindt zich in het Berlijnse stadsdeel Tiergarten, de zogenaamde Lenné-draaiek. De gevolgen van toen in de DDR-periode zijn ook in de tegenwoordige tijd nog te merken. Een jaar of twee geleden waren er nog rellen rond dit gebiedje, waar nu vooral mega dure kantoorgebouwen staan. Doordat de opdeling van Berlijn in sectoren volgens bestaande wijken ging, hoorde dit gebiedje ter grootte van bij benadering 3 tot 4 voetbalvelden tot de oostelijke sectoren en kwam dus later onder jurisdictie van de DDR. Bij de bouw van de muur werd dit relatief kleine stukje grond echter overgeslagen, omdat bij een opstand in 1953 het laatste gebouw dat er na de oorlog nog overeind stond en in gebruik was, in brand was gestoken en daardoor verwoest. Het gebiedje nabij de Brandenburger Tor werd vervolgens vlak gemaakt. Met de bouw van de muur werd een simpel hekwerk aangebracht. Dit hek werd door West-Berlijners op verschillende plekken echter vernield. En zo ontstonden er verschillende platgetreden paden door het gebiedje als afsnijding van routes binnen het West-Berlijnse gebied. Al die tijd gold er de Oost-Duitse wetgeving en was het gebied ook taboe voor de West-Duitse politie en andere overheidsdiensten. In 1988, anderhalf jaar voor de val van de muur, vond een gebiedsraal plaats waar de Lenné-draaiek ook onder viel. Het West-Berlijnse stadsbestuur wilde er een belangrijke verbindingsweg op aanleggen. Op 31 mei van het jaar werd het verdrag voor de gebiedsraal getekend, dat vervolgens op 1 juli zou ingaan. Op 26 mei echter werd het terrein door zogenaamde links-alternatieven uit West-Berlijn bezet en werd er een tentendorp opgezet. Het doel was om de overheid ertoe te bewegen om in de voorgaande jaren ontstane ongerepte natuur te beschermen en te behouden. De West-Duitse politie die stond machteloos. Betreden van het gebied op dat moment zou een diplomatiek incident betekenen en misschien het hele verdrag op losse schroeven zetten. En het was tegelijkertijd ook niet meer in het belang van de Oost-Duitsers om tegen het tentendorp op te treden. Gelijk 's ochtends op de eerste dag dat de West-Duitse politie er mocht komen, werd vervolgens het tentenkamp door honderden politieagenten geruimd. Niemandsland, dat kan ook een stuk gebied of land zijn waar twee staten het niet over eens worden. Zo wist men in 1843 niet te besluiten of een bepaald stukje land tot Baarle-Nassau in Nederland of Baarle-Hertog in België zou gaan behoren. In 1995 werd dit terrein aan België toegewezen, waarbij het enclave nummer 22 werd van de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Die gemeente die ligt gedeeltelijk binnen Nederland. Het perceel van 0,2632 hectare groot had voor 1995 ook echt de naam Niemandsland.
Terra nullius, wat inderdaad ook niemandsland betekent, is een term die oorspronkelijk uit het Romeins recht afkomstig is. De term heeft een kwade geur doordat het in de 16e en 17e eeuw in Europa in juridische zin bestond voor het niet ontwikkelde land. Bouwde je er naar Europees voorbeeld steden op of cultiveerde je het als landbouwgebied, dan was het land ontwikkeld en geen niemandsland. Wanneer je op het land leefde, zoals in die tijd de primitief beschouwde oorspronkelijke volkeren in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië deden, dan was het land niet in ontwikkeling gebracht en mocht degene die het plan had het te ontwikkelen volgens de wet dit grondgebied in zijn bezit nemen. Ten slotte is er nog het begrip condominium. Een condominium is als de soevereiniteit van het territorium door twee of meer machten, dus bijvoorbeeld door twee landen, wordt gedeeld. Het is een heel zeldzaam verschijnsel, alleen al omdat het snel tot conflicten leidt. De meeste voorbeelden van hooguit een dozijn wereldwijd zijn hier in de regio te vinden. Het Bodemmeer bijvoorbeeld wordt als territorium beschouwd van zowel Zwitserland, Duitsland als Oostenrijk. Het Fazanteneiland in de rivier Bidassoa ligt tussen Spanje en Frankrijk in en is sinds 1649 een condominium van beide landen. De ene 6 maanden valt het onder de Spaanse wetgeving en de volgende 6 maanden onder de Franse. Op het eiland hebben diverse belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden, onder andere het sluiten van het Verdrag van de Pyreneeën. Hoewel het een flinke mate van autonomie had, was het neutraal mores net, dat tot aan de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlandse Vaals lag, ook een condominium. Het was van de Nederlanden en later van België en Pruisen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt.